Rashonden zijn ontstaan door vele jaren aan selectie op bepaalde kenmerken van het uiterlijk van een hond en het gedrag van een hond. Door te selecteren op bepaalde kenmerken worden die kenmerken vastgelegd in het genetische materiaal. Zo kan je selecteren op het apporteren van wild of het drijven van het vee. Op die manier is er veel uniformiteit binnen een groep honden ontstaan, waardoor je het een ras kan noemen.